Welkom terug allemaal bij ons RDNL-event Together We Share. In dit laatste deel van ons event reiken we de dataprijzen uit. Karel Luijber zal dit verzorgen als voorzitter van de jury van de Nederlandse Dataprijs 2020. Als het goed is Karel inmiddels bij ons in de studio en geef ik hem graag het woord. Dank je Heidi, ik ben er inderdaad. En welkom aan iedereen. Dat heb ik al eerder gezegd tijdens mijn keynote speech. Maar ik wil jullie toch allemaal erg danken voor deze online aanwezigheid. Dank ook aan RDNL voor het organiseren van deze Nederlandse Dataprijs. De 2020 editie, volgens mij de tweede keer dat ik voorzitter van de jury mag zijn. Heb ik met erg veel plezier gedaan. We hebben een hele leuke jurybijeenkomst gehad. De mensen hadden zich erg goed voorbereid. En dat ging dus prima. Nou ja, mijn naam is dus Karel Luijber, maar dat is inmiddels bekend. Staat ook volgens mij onderaan in het beeld. En ik mag in mijn rol als Nationaal Coördinator Open Science deze prijzen uitreiken. Er waren in totaal 44 ingediende datasets deze keer. En dat was echt een leuke set aan inspirerende eindproducten van onderzoek en vormen van begin van nieuw onderzoek, zou je kunnen zeggen. Overigens kan dat alleen maar als de data zo ver mogelijk gemaakt worden. Een van de belangrijke criteria in het beoordelen van deze prijs. En zoals ik al eerder zei vandaag, fair is niet een absolute standaard. Fair is een aantal principes. En het zoveel mogelijk invulling geven aan deze principes is wat we natuurlijk nastreven. Ja, daarnaast is het belangrijk, vinden wij, dat de data opgeslagen worden in een trusted repository, bijvoorbeeld met een core trust seal. En ook dat is iets waar we als jury natuurlijk op gelet hebben. En dat maakt het makkelijker voor wetenschappers om te zorgen dat ze hun data op een verantwoorde manier kunnen delen en dat ze ook langer behouden blijven op de goede manier. Hier werken we aan. Later deze week hebben we een werkconferentie over het datalandschap in Nederland met alle betrokken partijen. En daar kijken we ook in hoeverre dat aan kan sluiten bij de European Open Science Cloud, waar ik net het een en ander over verteld heb in mijn presentatie. Oftewel, we zijn het er wel over eens. De data moeten eerst zo ver mogelijk zijn en dan als onderdeel daarvan zullen ze toegankelijk zijn. En dat maakt het beantwoorden van nieuwe vragen natuurlijk een stuk betere mogelijkheid. Nou, bent u benieuwd welke datasets allemaal zijn ingediend? Dan kijk nog even op de website van RDNL, daar staat het overzicht. En dan ga ik nu over tot de uitreiking van onze dataprijs, CQ-prijzen, want we hebben drie categorieën. Ik start met de categorie sociale en geesteswetenschappen. In die categorie hadden we een twintigtal inzendingen. Echt allemaal mooie datasets. Maar we moesten natuurlijk kiezen. En zoals ik al zei, de jury had daar een goed stuk werk aan. Maar kwam ook in goede harmonie tot een unaniem besluit steeds. En dus ik lees even het juryrapportje voor deze categorie sociale en geesteswetenschappen. Namens de jury een unanieme winnaar in deze categorie. De data zijn publiek toegankelijk en breed bruikbaar voor onderzoekers uit allerlei disciplines. Zoals historici, taalkundigen, sociale wetenschappers. De toepassingen van de data zijn ook legio en het feit dat wordt gewerkt met vrijwilligers geeft deze collectie een uniek en aardig karakter dat iedereen kan raken. Bovendien hebben we hier te maken met een zeer bevlogen en vooruitstrevende projectleider. Iemand die we de titel Dataprijswinnaar 2020 ten volste kunnen toevertrouwen, heeft de jury mij toevertrouwd. En ben ik het volledig mee eens. We hebben het over 17e eeuwse kranten, Nicole van der Sijs, Instituut voor de Nederlandse Taal en Delver van de Koninklijke Bibliotheek. Nicole, van harte gefeliciteerd. Ontzettend leuk. En aan jou de gelegenheid om even een korte reactie te geven op deze overweldigende prijs. Ja, ik vond het een erg aardig juryrapport, moet ik zeggen. En ik zelf ben vooral blij dat de vrijwilligers op deze manier in het zonnetje gezet worden. Die hebben ontzettend hard werk gedaan. Zonder hen zou het niet gekund hebben. Zeker deze moeilijke data niet. We komen steeds verder met computermatig lezen. Maar uiteindelijk zijn er toch dingen die nog niet gebeurd kunnen door de computer, maar wel door de mens. En het is geweldig dat mensen dat willen doen. Dus, ontzettend leuk. Ik heb er even in gegrastuind zelfs. 17e eeuwse kranten die dus nu voor een deel te lezen zijn. Enkele van mijn voorouders hebben een rol gespeeld in de Eerste Kamer in de tijd. Dus ik heb even mijn naam opgezocht. En dan vind je dus allerlei opmerkingen over dit soort mensen. Nou, leuke anekdote. En nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prijs. Ik weet niet of je hem al thuis ontvangen hebt. We hebben geprobeerd die prijzen op te sturen. Kijk eens aan. Ah.
Heel mooi, dank je. Het, heel mooi, het gaat over samenwerken. Dat komt natuurlijk heel mooi uit met die vrijwilligers met waar wij mee samenwerken. Dus, ja, mooi, heel mooi beeldje. Nogmaals, ja. Proficiat. Goed, dan gaan we over naar de tweede categorie. Dat is de categorie exacte en technische wetenschappen. Daar hadden we 12 inzendingen. Een lastige categorie voor de juryleden, want ze waren allemaal erg aan elkaar gewaakt, die inzendingen. Veel inzendingen spraken dus tot de verbeelding en ook de internationale belangstelling voor dit type datasets is heel erg groot. Maar uiteindelijk zijn we tot een winnaar gekomen, mede omdat de data zich bevinden in een stabiele omgeving, open toegankelijk zijn en diverse nieuwe onderzoeksmogelijkheden met zich meebrengen. En we hebben het dan over de winnaar van deze categorie en dat is de dataset die genaamd is STORM. Verzorgd door Nadia Bloemendaal van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit. Proficiat Nadia, en dat was de explosie van jouw prijs. Proficiat, en ook aan jou Nadia de mogelijkheid om even wat te reageren. Ja, heel erg bedankt voor deze mooie prijs. Ik heb hem inderdaad inmiddels ook mogen ontvangen. We zijn echt heel blij met deze prijs en met deze erkenning van RDNL. We zijn van plan om onze dataset nog toegankelijker te maken door een website te bouwen waar mensen interactief door de data heen kunnen. Waarschijnlijk denken mensen nu, wat is STORM? STORM is een dataset. Leg even uit, heel goed, heel goed. Sorry. STORM is een dataset waarin, dat heet synthetische tropische cyclonen zitten. Dus dat zijn tropische cyclonen die theoretisch mogelijk zijn, maar nog niet voorgekomen zijn. En die dataset, die hebben we zodanig groot gemaakt dat het heel handig is voor risicoberekeningen. Dus we kunnen de kans op een tropische cycloon, van welke windsnelheid dan ook, overal op de wereld berekenen met deze dataset. En dat staat nu in mooie net CDF-bestanden, maar dat is natuurlijk voor het algemene publiek niet zo fijn. Dus we gaan hier een website van bouwen en dan kan je voor jouw stad, voor jouw straat, voor jouw huis, kun je gewoon aanklikken en dan krijg je het hele risicoprofiel te zien. Weet je meteen waar je aan toe bent, nu en onder klimaatverandering. Dank je, Nadia. Jij volgt natuurlijk met dubbele belangstelling nu wat er gebeurt in Midden-Amerika. Hè? Ja. Kun je daar iets over zeggen? Heb jij daar meer inzichten in dan wij door dit type werk? Ik heb helaas de kansen nog niet helemaal doorgerekend. Maar die kans dat er al één zo'n sterke orkaan daar aan land komt, is al vrij klein. En dat dat nu twee keer achter elkaar op precies dezelfde plek gebeurt, is heel uniek. En met heel veel pijn in mijn hart moet ik meedelen dat er waarschijnlijk nog eentje gaat vormen komende week. Oh, jeetje. Dat is alvast de weersvoorspelling. Maar ik heb het wel doorgerekend voor orkaan Laura in Louisiana van een paar maanden geleden. En de kans dat die orkaan daar aan land kwam was ook al eens in de 900 jaar. Dus dan weet je over welke orde van grootte we het hebben. Neemt die kans nu toe door de klimaatwijziging? Verandering? Dat werkt twee kanten op. Het is nog niet helemaal zeker of de frequentie van het aantal tropische cyclonen toeneemt of niet. Maar dat de intensiteit toeneemt, dat staat wel vast door het warmer wordende zeewater. Dus in de zin van dat wij meer extreme tropische cyclonen gaan zien in de toekomst, dat staat helaas al wel vrij vast. Ja, dus de kans op meer ellende is groot. Het aantal is misschien hetzelfde. Nou, ja, Nadia, ontzettend dank voor deze toelichting en nogmaals heel erg gefeliciteerd met jullie prijs. Dank je wel. Goed, dan komen we bij de derde categorie. Dat is de categorie medische en levenswetenschappen. En de jury schrijft daar dus tegenwoordig vrij veel informatie en data publiek beschikbaar op dit domein. En die data op zodanige wijze aanbieden dat ze ook door anderen er iets mee gedaan kan worden. Dat is toch een valk apart. En de winnaar in deze categorie is het gelukt om overigens met behulp van vele programmeurs uit ons land het nut en de noodzaak van fair data nog eens duidelijk op de kaart te zetten. En deze inzending, verdient met recht de titel winnaar categorie medische en levenswetenschap. Ik heb het over CoronaWatch NL, Jonathan Bruin en de CoronaWatch NL community van de Universiteit in Utrecht. Ook voor jullie wat vuurwerk, mensen. Hartstikke mooi. Mooie website en interessant. Ik heb hem tegenwoordig standaard in mijn browser staan, moet ik zeggen, sinds ik kennis gemaakt heb met deze. En ook aan jullie de gelegenheid om even wat te zeggen.
Ja, hartstikke bedankt voor deze mooie woorden. En ja, het is zeker een eer om deze prijs te ontvangen. En we vinden het ook heel prettig dat we ons werk hebben kunnen vertalen naar iets dat concreet bijdraagt aan het indammen van de coronacrisis. En het inzicht geeft in wat er daadwerkelijk op dit moment in Nederland aan de hand is. Dus dat doet ons heel erg goed. Dat hebben we samen gedaan met een aantal collega's van de UU. Bijvoorbeeld mijn collega Roos hier. Maar natuurlijk vooral met heel veel vrijwilligers die aan het project hebben gewerkt. We hebben meer dan 100 vrijwilligers die bijgedragen hebben op momenten dat we het eigenlijk zelf ook niet meer aankonden. Want ja, zeker in de begindagen van deze crisis was het heel moeilijk om ook deze dataset in leven te houden. En dat is gelukt mede door hun. Ja, ja, daar gaan we. Ik zie daar het beeldje achter jou staan. Kun je het even wat dichter bij de camera houden? Ja, wij hebben de derde variant op dit beeldje en het is, ja, het is een prachtig beeldje. En we zijn er heel trots op. En staat zeker straks op de kast bij ons. Schitterend, van harte proficiat. Zou je het werk wat jullie doen ook een vorm van citizen science kunnen noemen? Het zijn weliswaar misschien niet allemaal de burgers van de straat, maar het is toch een betrokkenheid van een vrij grote groep andere individuen. Of is het echt een gezamenlijk project met wetenschappers? Hoe zouden jullie dat zelf kwalificeren? Ja, wij zien het echt als een project, een citizen science project. We combineren eigenlijk de principes van RDM, open science en citizen science. En daar hebben we ons eigen invulling aan gegeven. We willen ook wat mee gaan doen. Dus we zullen het geld ook gaan gebruiken om handvatten te geven over hoe je dit soort fair data projecten met citizens zou moeten leiden. En zeker op het gebied van fair zijn er echt wel wat aanbevelingen te doen over hoe je dat zou kunnen aanpakken. En ook helemaal in crisissituaties, wat Roos en ik wel heel erg interessant vinden, dat het dan net wat anders werkt dan dat we gewend zijn. Ontzettend aardig. Is er enige link met de John Hopkins website, omdat er veel analogieën tussen deze twee zitten? Kun je daar iets over zeggen? Ja, die vraag krijgen we heel vaak. John Hopkins heeft zich op de internationale situatie gericht. Zij deden hun werk, dus wij zijn gewoon gelijk gaan doen wat zij eigenlijk niet doen. En dat is namelijk het uitsplitsen op regionaal niveau. Dus ja, er is een link, maar ik zie John Hopkins meer als een overkoepelend project. En ieder land heeft op zich wel een soort van CoronaWatch NL project inmiddels. En dat is heel erg leuk. We zitten ook allemaal met elkaar in een groepje om de kennis en ervaring te delen. Dus daar hebben we heel veel van geleerd. Zijn jullie bekend met het feit dat we citizen science vanuit het Nationaal Programma Open Science wat extra aan het stimuleren zijn? Dat er net een rapport over verschenen is en waar wellicht dit soort activiteiten en jullie inspanningen in zouden kunnen passen. En als je er niet mee bekend bent, wil ik je er graag mee bekend maken en het rapport toesturen. Wij, ik kijk even naar Roos, maar wij zijn daar nog niet heel actief bij betrokken. Maar we sluiten heel graag aan en geven ons onze adviezen waar mogelijk. En we willen ook heel graag van leren. Dus, daar kan ik me alles bij voorstellen. Het is ook niet een bottom-up rapport van initiatieven. Het is een rapport door de KNW gemaakt met een overzicht van wat er nodig zou zijn en hoe we dit domein verder zouden kunnen stimuleren. We hebben op een gegeven moment gezegd, als nationaal platform of als stuurgroep Open Science, van wij doen het nodige aan open access in Nederland, doen we natuurlijk al heel lang. We zijn meer en meer aan het doen aan Fair Data. Dat is een programma wat we nu aan het stimuleren zijn en later deze week een werkconferentie over hebben. Maar ook de tak Citizen Science, die we een belangrijke ontwikkeling vinden binnen het geheel, zouden we wat meer aan willen doen. Daarvoor hebben een aantal mensen van de KNW een waardevol rapport opgesteld waar we net ja tegen hebben gezegd in de stuurgroep. En het is goed om daar kennis van te maken. Ik zal zorgen dat jullie het krijgen en op die manier kunnen aanhaken. Heel erg bedankt. Nogmaals van harte proficiat en veel plezier met de prijs. En geef hem een mooi plekje, ja? Hoi! Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de prijsuitreiking. Nee, zijn we nog niet. We hebben nog een paar aanmoedigingsprijzen. Die gaan we niet allemaal naar voren roepen, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Dat merk ik wel.
Wij hebben als jury geconstateerd dat er echt heel leuke voorstellen tussen zitten die zeker verdere ontwikkeling verdienen. En die zouden we een aanmoedigingsprijs willen geven. Misschien kan Heidi mij toelichten wat dat voor een prijs geworden is. Maar dat zijn prijzen voor de datasets die de potentie hebben dus in gebruik groter en breder te worden. En die prijzen geven we graag voor de sociale en geesteswetenschappen aan MyMovers project, het MyMovers team van de Radboud Universiteit van Thabo Woudenberg. Ik weet niet, eerlijk gezegd, kijk eens, daar hebben we Thabo. Proficiat Thabo. En aanmoedigingsprijs en voor jou ook wat spaghetti. Leuk. Wil je wat zeggen? Ja, graag. Nou, hartstikke leuk om deze aanmoedigingsprijs te krijgen. Even kort waar wij het graag aan willen besteden. Wij doen onderzoek naar gezond gedrag bij jongeren. En daarbij betrekken we de jongeren ook heel erg. Nou hebben we natuurlijk de data vooral gedeeld met wetenschappers tot nu toe. Maar we willen eigenlijk ook een platform bouwen waarin we de data ook beter kunnen delen met de doelgroep zelf. Dus dat ze meer betrokken worden in alle fases van het onderzoek. Ja, dat wordt dus ook een soort van citizen science. Hè? In mijn terminologie is het niet alleen maar burgers betrekken bij het onderzoek doen, maar ook burgers meer betrekken bij de resultaten van onderzoek en bij de vraagstellingen van onderzoek. En dit is een typisch voorstel, een voorbeeld daarvan. Nou, van harte proficiat en dank voor de toelichting, Thabo. Dan gaan we naar de tweede aanmoedigingsprijs. Dat is voor de exacte en technische wetenschappen. Dat is Orchid Flowers dataset. Van, I should do this in English. This is exact and technical sciences. And the winners are from the faculty of the University of Twente for electrical engineering and mathematics. Daya Aprianti, if I pronounce that correctly, Daya. Yeah. Welcome, Daya. Congratulations, yeah. Winning this prize. Thank you. I'm honored by the announcement that I am one of the winners of the Incentive Data Prize. This event really makes the researchers get more spirit to conduct the research from zero, which means we have to collect the data, organize it, and it will be very useful if we can share it with the world. My research is about automated image-based orchid flower identification. We try to breaking out the black box. By the black box approach by providing explanation during the identification process using deep learning and Bayes networks. I will use this incentive prize to do further research on orchid flower identification. And this achievement is not only for me, but also for my supervisors, Raymond, Peter, and Luke. Also for DMB Group, Faculty of EMCS, University of Twente. And thank you very much to the juries and the committees of Dutch Data Prize 2020. You're very welcome, Daya. And does the topic orchid flowers and the identification have anything to do with your country of origin, where I think there are a lot of those flowers? Is that correct? Yes. But I in this data set, I crawl the data from the internet. Okay. So from a very wide source. Yes. Uh-huh. Again, thank you very much and congratulations. Yes, Mr. Oh. That's the prize. Yeah, yes. Very good. Thank you. Good. You're welcome. Then we come to the last one, medical and life sciences. This is Spybirds, Marcel Visser and Antika Kulina from the Netherlands Institute of Ecology. I think this is Antika. Is this correct? Yes. Both of them are here. Welcome, welcome. Congratulations. Thank you. Marcel has the flowers. I have the speech. So we are really honored to receive the prize. And of course, on behalf of the entire Spybirds research community, which counts around 120 researchers from over the world. And this comes as a recognition of the importance of our efforts to create this data hub for fair data on long-term studies on birds. So that's what we collect. But it is also a recognition that for many research communities, such as ours, creating fair data might be a more viable option at this moment than creating strictly open data. And later, this fair data can be made open. Absolutely. And we hope that this example will encourage other similar research communities to find their ways towards fair and open data. And we will be using the prize money to implement steps towards becoming core certified repository. So that's our kind of overarching goal for the next year or so. Thank you very much, Antika. And this is exactly in line with my, I don't know if you saw my presentation earlier this morning, but open data and fair data are two
let's say, partly overlapping circles, and there where possible, we will have them overlap as much as possible, but not always this can be the case. And starting with fair is more important than starting with open, in my view. And this is exactly what you do in this project. So congratulations. Thank you. And good luck with your further work. Thank you, Bradel. Thank you. Bye-bye. Okay, that really brings us to the end. Sorry, ik ga weer terug naar het Nederlands. Mijn toespraak ging dat ook al mis, dat zou ik in het Engels doen. En toen zat ik in het Nederlands, zei die, en dan blijf ik in het Nederlands. Maar meer informatie over die winnende datasets, die gaat spoedig op jullie website komen, begrijp ik, van RDNL. En misschien is het goed om bij deze nog even de mensen te bedanken die mij hebben geholpen om deze prijswinnaars uit te kiezen. Henk heeft ze straks in het begin al even genoemd. Wens van der Schoot, Annemarie Slotboom, Arjan Doelman, Margot Wijnen en Ilja Aerts en Emiel van Loon. En samen hebben we deze selectie gepleegd. Bij het kijken naar al die datasets, Heidi is daarvan op de hoogte, kwamen we tot de conclusie dat een aanmoedigingsprijs toch wel een hele leuke aanvulling zou zijn, omdat er echt hele mooie ideeën in die sets zaten. Dus ik vind het erg leuk dat we ook 3 aanmoedigingsprijzen hebben kunnen uitreiken. Ja, en bij daar zou ik het willen laten en het woord terug willen geven aan Heidi. Dankjewel, Karel. Bedankt voor je tijd en de mooie woorden. Bedankt ook voor de winnaars, voor de inzendingen van de Nederlandse Dataprijs 2020. Ik denk dat jullie allemaal inspirerende voorbeelden zijn van hoe data gedeeld en hergebruikt kunnen worden. Goed om nog even toe te lichten dat de winnaars ontvangen €5.000 vanuit RDNL en de aanmoedigingsprijs is €1.000. Ik hoop dat u allen een interessante ochtend heeft gehad. Een ochtend met veel informatie. We hebben het gehad over 1 European Open Science Cloud, over hoe universiteitsbibliotheken kunnen helpen om research data te delen, over wat FAIR betekent voor zowel het deponeren als het ontdekken van data, over hoe toegang tot data geregeld kan worden en nog zoveel mooie onderwerpen meer. Mocht u nog verder willen netwerken, de netwerkruimte van dit event is tot 1 uur geopend. En ik hoop toch echt met mijn mede-organisatoren dat u met minimaal 3 takeaways dit event verlaat. En dan zien we u graag een volgende keer weer. Tot ziens. Dag. Dag.